mensen zijn gewoon tevreden. Het is niet voor het geld, het is voor de punten. Want die willen altijd anderen helpen om punten te verdienen, om iets te meenemen. Dat is belangrijk. In dat ene uurtje probeer ik toch kinderen bij te brengen dat sommige dingen niet normaal zijn. En dat dat best mag veranderen. En ja, zo probeer ik dan toch op mijn manier daar wel een steentje aan bij te dragen. En waar we dus aan gaan werken is aan vereenzaming bijvoorbeeld. Er wonen best wel wat heel veel bejaarden in dit soort huizen. Die heel veel op het eentje zijn er eigenlijk heel weinig uit te komen. Bijvoorbeeld als ik een idee heb, dan vinden ze het meestal goed. Altijd wel. En dan ja, zorg ik voor de DJ, zorg ik voor alles en dan maken we reclame ervoor. Net als nu met de kerstdingetjes en zo. Ja, ga dus even naar de winkel. Ja, schoon steek het. Ik kan het niet. Ik ook. Zeg ik eerlijk. En ik helemaal. En dan vind ik dit gewoon een super uitkomst. Ja, qua puntenstelling. Ik vind het gewoon een geweldig idee. Een geweldig iets voor mensen met minder budget. Mensen komen af op goederen. En ook op het feit dat je hier geen geld hoeft te betalen. Dus geld speelt geen rol in de ruilwinkel. En dat maakt dat mensen komen kijken en ze komen iets brengen. En dan denken ze, goh, leuk, komen je iets halen. En ondertussen drinken ze een bakje koffie en zien ze dat er ook diensten te ruilen zijn. Of ze hebben daar ook al van gehoord. En ja, dat maakt het denk ik tot een succes. Dat je eigenlijk een hele lage drempel hebt voor mensen om binnen te komen. En dat ze hier dan blijven hangen. En dan hebben we ook nog een keer voor de buren een computertafel. Want ja, dat meisje had heel weinig geld. En die was ook pas bij ons komen wonen. En toen hadden we, als ze dat gezegd, ik zei nou, toevallig heb ik er eens hier staan. Dus toen hebben we ze weer mee, hebben we ze meegenomen. En hebben we onze punten aan haar gegeven. En zei nou, dan kreeg je van ons die computertafel. Dus het is gewoon heel gezellig altijd als je hier komt. En meestal even een bakje thee vragen ze. Van, en op een gegeven moment, omdat je natuurlijk best vaak komt, leren ze je ook beter kennen. En ja, de meesten zijn ook allemaal hartstikke vriendelijk. Het is een hele leuke sfeer. 2, 4. Mijn moeder. Die werkt hier sinds kort weer wel. En dat baal ik wel eens, want dat mis ik dan. Want ik heb een hele goede band met mijn moeder. Wij zijn iedere dag samen. En dan zijn ze 2 keer in de week zit ze hier zo. Ook 3 keer. En dan moest ze wel eens een traantje uit. Waar maakt ze hier zo weinig? Ja. De ruilwinkel moet in principe plaatsmaken voor het nieuwe Erasmusflat. Waar de ruilwinkel dus nu is, daar wordt een flat gebouwd. En als dat klaar is, dan gaan alle bewoners gaan over naar de nieuwe flats. En dan wordt het oude Erasmusflat wordt afgebroken. Dus ja, dat is alleen maar verbetering, ook voor de wijk natuurlijk. Hè? Mensen die hier in Goes-Noord wonen, vooral als ze een beetje slechte been zijn of gewoon als je thuis bent en je hebt eigen gezin meer om naar de stad te gaan en je hebt nog even wat nodig, vaak hebben wij het dan wel hier. Sowieso de Erasmusflat, daar wonen oudere mensen,
Die komen hier toch wel om een kaartje, om het stukje chocola. En de kleine kinderen uit de buurt, die krijgen de zakgeld en die komen hier de snoepjes kopen en tellen en doen. Vaak houden ze het zelf bij, wat ze gekocht hebben. Dan leren ze nog tellen, hè? De klanten nemen er hondje ook mee, die krijgen een koekje bij ons. Ze weten het al, ze lopen al te trekken aan de riem, omdat ze hier dus eerst nog een koekje willen gaan halen voordat ze weer verder willen wandelen. Het verandert sowieso toch. Alles, het knessert is nu heel, ja. En er zijn er al die al weggaan omdat die veranderingen komen. Dus ja, er is al veel veranderd voor de mensen. Ja. Gewoon een sociaal gebeuren. Ik ben ook een beetje maatschappelijk werker, zijn we geloven. Ja. Ja, nou, dat is zo. Sommigen die gaan nergens naartoe, maar die komen wel elke week hier. Ja. Jouw automaat is ook altijd in de haten. Als er een te laat is, dan hebben ze iets van, het gaat niet goed. Dan gaan we even bouwen. Op dit moment heeft de Erasmus Flat nog niet zo'n grote wijkfunctie. In de laadbouw zaten biljartruimtes, recreatiezaal, pedicure en andere faciliteiten, onder andere deze fitness. Maar dat is eigenlijk in eerste instantie nog voor de bewoners van de Erasmus Flat. In de nieuwe opzet, waar ook weer die pedicure, kapsalon terugkomt en ook een recreatiezaal met restaurantfunctie. Dat wordt veel meer georiënteerd op de wijk. Toen het woordje sloop viel, dat sloeg wel in als een bom van ja, hoe? Dan moeten we nog een keer gaan verhuizen. Dat zie ik helemaal niet zitten en ik ben nu 85. Waarom moet dat nog? En ik woon zo naar mijn zin. En er is door de RWS best veel geïnvesteerd door uitnodigingen, bewoners individueel te spreken, maar ook steeds informatie, middagen of avonden te organiseren waar bewoners dus voorlichting kregen over de nieuwbouw. En langzamerhand zie je dan wel een soort acceptatie ontstaan. Is er ook vanuit de bewoners een klankbordgroep opgericht, zevental bewoners. Die mochten dus meedenken in plan van eisen, zal ik maar zeggen. En er is door de architect toch heel veel gehoor aan gegeven. Hier komt de benzinepomp. Die blijft bestaan met de shop en de wasstraat. De brede school is er gekomen met een nieuw wijkcentrum. Het winkelcentrum is hier, diverse winkels gekomen. En ik denk dat toch al een volmaakt plan is. Nu dan het laatste stukje nog van de Erasmus Flat. Dat is dan ook een goede toevoeging eraan. Ik woon dus nu 10 jaar in de wijk en ik heb best een hoop veranderingen voorbij zien komen. Er is een moord gepleegd, er is een overval gepleegd, er is een school afgebrand en dat is dus ook de school waar mijn kinderen op zaten. En zitten dus nu weer op dezelfde, maar dan weer in een nieuw gebouw. En dat is een initiatief, denk ik, wat goed van de grond is gekomen om die brede school weer netjes terug op te bouwen. En heeft ook best wel een hoop voeten in de grond gehad. Zo, zet dat maar eens in elkaar. En ze stippelen ook een beleid uit met elkaar om dat goed te krijgen. Een aantal acties zijn eraan verbonden. School overstijgend zijn. Dus inderdaad, die brede school die staat er. En die acties die zijn er. En dat is hartstikke leuk om te zien dat ook werkt. Hè? Dat er een stukje naschoolse opvang is op het schoolplein waarbij kinderen samen sporten. Van allebei de scholen. Terwijl normaliter komen ze elkaar niet tegen. Want de ene ingang zit hier en de andere zit daar. Maar ze ondernemen samen wel acties. En daar zie je dat stukje brede school zie je er wel heel goed in terug. Dus dat schept wel een band. Maar ik denk op zich dat ze het goed hebben aangepakt. Het feit dat de wijkinfowinkel er is. En daar een luisterend oor waar mensen hun dingen kunnen neerleggen. Dat heel belangrijk is. Dat je grootste inzet hebt. Het was Jan Polderman van RWS. Die ook naar de mensen toe gaat, zo'n wijkbeheer, is heel belangrijk. Nou, dat is denk ik de sterkste kracht van dat er iemand is die bij de mensen komt en kijkt wat er speelt.
zijn in de waterinloophuis waar iedereen welkom is. Maakt niet uit wat voor geloof of achtergrond je hebt. Iedereen. Je kan hier een kruintje lezen, een gesprekje aangaan en zo. Gewoon van de koffie genieten. Een grote campagne gevoerd om vrijwilligers te krijgen. Iedereen enthousiast. En ja, toen is het huis er gekomen. Aan de woningbouwstichting gevraagd of een huis beschikbaar was. En dit huis dat voldeed wel aan de eisen die we stelden eigenlijk. Niet te klein en op een hoek, midden in de polder. En toen is het gekomen. En zo met hem nog een fietsclub. En die is ook van de Obave opgestart. Hebben ze ook aan mij gevraagd om mee te doen of ik mee wilde. En daar doe ik ook nog steeds aan mee. Zo wil je dan weer meer mensen kennen. En verder is het dan een boekenclub. Dus dan is iemand, ook een vrijwilliger, die er echt wel wat verstand van heeft. Die is nu sinds kort ook een multiculti kookgroep. Mensen uit andere culturen, die komen dan samen met Nederlandse mensen. En dan wisselen ze recepten uit en ze koken ook om de beurt. Ja, dat is vrij belangrijk, want dan ga je dan toch wel een beetje eenzaam ben. Want ik ben gewoon alleen thuis. Dus kom je toch weer onder de mensen en dan voel je je toch niet meer zo eenzaam. Je hebt toch altijd een plek om even naartoe te gaan. Elk jaar moeten we opnieuw dan verzoeken om subsidie. En dat duurt dan heel lang voor je bericht krijgt. En dat is dan weer, sommige mensen worden daar een beetje onzeker van. Van gaat het wel door, gaat het wel niet door. En dat vinden we, dat vonden we van de RWS zo fijn. Dat er gelijk belangstelling was, gelijk meedenken. En ja, dat is toch wel heel belangrijk als je als vrijwilligersorganisatie voelt. Gewoon, mensen stellen er belang in. Was ik toen ik als trainer bij voetbalvereniging VV Goes. Ik vind het gewoon leuk met die kinderen te doen. Het is, ik vind het prachtig zo. Dan ben je gewoon altijd bezig met de kinderen. En je wordt gewoon je naam vaak herhaald. Dat is alles wat ik wil. Gewoon sportief. Ik kan heel goed met de jeugd opschieten. En ze hebben wel respect voor mij en ik ook voor hen. Dus nou, toen hebben ze tegen mij gezegd, oké, wat wil jij dan? Ik zei, meer voor activiteiten, voor die jongens. Voetballen gaan, wedstrijd gaan organiseren. Of activiteiten, barbecue of naar zwembad met kleine jongens. Ja. Ik leg altijd eerst met hun uit, dan pas gaan doen. Niet, jongens, kom, wij gaan naar zwemmen en klaar. Nee, eerst even praten. Met voetbal ook. Ik zeg tegen die jongens, wij gaan gewoon een goede dag maken. Wij gaan gewoon laten ons zien dat wij gewoon sportief zijn. Ben, niet accepteren van alles, van de scheidsrechter, ook van de andere kant. En dan doen ze het. Ze luisteren goed naar mij. Ik heb echt geen problemen mee. Het allemaal wat opener is, minder massaal qua bouw. Het is echt een volkswijkje, zeg maar. Hier woont van alles door elkaar heen. Heel veel ook allochtonen. Dat kun je zien aan de schotels. Ja, als je dus zo rondkijkt, dan... Doordat ze die gevers allemaal anders hebben aangepakt, is het ook wat levendiger geworden. Het speeltuintje was daar hier in de achterkant, met allemaal bossen omringd in een parkje. Ja, was ik als jongere was daar gewoon best wel angstig voor vroeger, weet je wel. Als dat donker was, liep ik niet zomaar doorheen. Dat gaf mij mensen een heel onveilig gevoel. En dan kun je het koppelen aan een laag inkomen en een achterbuurt als het ware. Want zo werd Noord echt vroeger echt bestempeld als een achterwijk van Zeeland bijna, weet je wel. Dat is onzin natuurlijk, maar... Daar heeft RWS absoluut een heel grote bijdrage aan geleverd. Door alleen maar die woningen op te knappen. Al hadden ze alleen maar die schuurtjes. En hadden ze niet eens een voorpijtje mogen voor alleen die schuurtjes weg. En dat gaf al een heel open gebeuren hier zo. Ze zijn nu bezig in Spaakstede, ook een renovatie. Ik was toevallig vorige week, moest ik naar de klant van via Roodwinkel iets wat gaan ophalen. Kom ik iemand tegen. Weet je wat hij tegen mij zegt? Hij zegt, ja, wanneer gaat RWS weer renovatie bij jullie weer? Ik zeg, dan moet je weer couscous zeker hebben. Hij gaat er zo lang in. Dat geval, ja. Hij zegt, het was lekker. Ik zeg, nou, maar dat komt nog een keer goed, joh. Dat is geen probleem.
dag. Loop ik hier en de ene keer ga ik die kant op. En dan neem ik dat stukje van de wijk. En de andere keer ga ik deze kant op. Denk je van wat een raar slootje. Maar daar zitten twee ijsvogeltjes. Ik had een zus die woonde al in Zeeland en daar gingen wij dan ook regelmatig naartoe. En toen hadden wij echt zoiets van, nou ja, wij gaan ook in Zeeland wonen. En toen heb ik gewoon overplaatsing aangevraagd en bij toeval in Goes terecht gekomen. Ja, en daar woon ik dus nog. Als je hier staat, dan ben je buiten. Dan ben je gewoon in de polder. Heerlijk, maar toch in de stad. Maar je bent in de polder. Dat is gewoon lekker en dat moet ook gewoon zo blijven. Ik vind dat moet je niet verkwanselen. Dat moet je niet weggooien. Want als het een sportpark wordt, is het niet meer openbaar. Dan kun je er alleen maar op als de sleutel in het hek gestopt wordt en verder niet. Nou, en dat ben je dan ook kwijt. En als ik wat iets heb over activiteiten van welzijn, dan ga ik met Peter Remijn over hebben. En Peter Remijn die vindt het altijd goed. En die gaat achter. Dus hij zei, oké, wij gaan het organiseren. Ik ga dat leggen tegen welzijn bij je op kantoor zeggen. En ik leg het uit en hun. En maar dat komt goed, dan is het altijd goed. Zeeuwse Marokkaans zijn Goese boys. Of Zeeuwse Marokkanen, want die Goese boys zijn ook Marokkanen. Ja, oké. School en zo kwamen mensen, ja, je staat in de krant. En daar heb je onze Beverlanden. Ik heb gewoon veel vrienden op school en dan, die zitten ook veel op voetbal. En dan vragen die weer aan een ander vriend, zo samen een team maken. Maar dan is het heel anders dan veld, dus in de zaal heb je andere regels. Geen petjes, geen mutjes op, dat is spelen. En geen terugspelbal meer. Tenminste, wel terugspelbal, maar ik heb nog niet van. Attila! Het staat oké. Geen wacht. Maar waarom is hij zo? Mag niet. Het is gewoon heel leuk, want eerst had je nog niet voor jongeren dit. En nu heb je wel gewoon ook samen voetbal voor jongeren. Ronnie was een van de initiatiefnemers. Die wilde eigenlijk wel een zaalvoetbalcompetitie. Toen zei ik van, maar kan je dan nergens lid worden of zo? Nou, ik zou niet weten waar. Nou, toen zijn we dat samen uit gaan zoeken. En uiteindelijk kom je dan tot zo'n zaalvoetbalcompetitie. We hebben ook zelf een site gelanceerd. En inmiddels kan ik ongeveer een site maken, maar dankzij hem. Ik kom hier een beetje voor, ja, één voor de gezelligheid. En twee, lekker voetbal op vrijdagavond. Het is gewoon leuk, gewoon met je vrienden en zo. Van, je leert met elkaar omgaan, je leert met elkaar winnen, je leert met elkaar verliezen. En ik denk dat dat een winst is. Ze kunnen hun negatieve energie kunnen ze hier ook kwijt. Zeg maar, en dan in het spelletje. Dit is veranderd. Dat zat eerst hier. Dus ik heb een extra groot blad gevraagd en heb ik gekregen. Het was hier eerst een muurtje. En dat muurtje liep helemaal zo. Tot hier. Dus je had een keuken uit twee delen bestaand. Dat muurtje hebben ze er gelukkig uitgehaald. En nu heb ik een redelijk mooie keuken. Ik ben er heel blij mee. Daar is ook het een en ander in veranderd. Nieuwe kozijnen. En een raam wat heel goed open en dicht gaat. Maar we konden op een gegeven moment helemaal niet 2 weken bijna in de douche. Of nog langer. Het duurde echt veel te lang. Ik ben in de herfstvakantie dus weggevlucht met de jongste. Echt, ik kon het niet meer uithouden. Wij zijn gaan logeren. Het was gelukkig vakantietijd. En mijn dochter die heb ik gewoon 1,5 maand niet in huis gehad. Die kon er helemaal niet tegen. Die zorgde dat ze bij dat vriendinnetje of bij die vriend of waar dan ook, dat ze er niet was. Dus het heeft behoorlijke impact. En ik denk wel eens van, eigenlijk moeten ze hier toch vervangende ruimte bieden. Ze hebben ons een woning geboden waar je dus kon douchen. Ik heb er geen 1 keer gebruik van gemaakt. Ik begin daar niet aan. We zijn erg Zeeuws gericht zoals je ziet. Hier ben ik heel blij mee, want het is toch ideaal dat je kunt luchten in een badruimte.
Dat is een kennis van mijn dochter. En ze had hem eruit gescheurd en die moeder die had dus gezegd dat haar zoon in de krant stond. Maar zelfs woorden kunnen moorden. Die amour voor de chickies die dan met ons zijn. Brom naar de krim als die fout maar boem zijn. Kijk nooit achterom, want dit is mijn thuistrein. Vindt hij met Noord is zelfs vallen op punchlijn. Ze staan in de spinnen te foto of in highline. Uitgang is voor kop, dus we chillen bij mij. Het maakt me echt niet uit, man, wat je zegt over mij. Mijn tijd in hiphop is geen tijdverdrijf. Leven is muziek, letterlijk geschreven op mijn lijf. Rijmen is mijn skill en hoe ik mezelf vrij pleit. Nou ja, stereotypes. Bijvoorbeeld als je een petshop hebt, een bontjas, brede broek, schoenen. Denken mensen al gelijk een beeld van, ja, hij is een crimineel. Ja, zo gaat het. Ik volg de opleiding beveiliging op het ROC Middelburg. Volgend jaar wil ik de Marché ingaan. En ondertussen blijf ik natuurlijk bezig met muziek, met draaien, rappen en teksten schrijven, produceren. Nou, het jongerencentrum is een ontmoetingsplek voor jongeren hier in de Goesepolder. En dan kan iedereen bij elkaar komen en dan kunnen ze van computeren, PlayStation, tafeltennis. En dan kunnen ze alles doen om 3 keer per week. Zeg eens op, wat wil u zien? Sneeuw, zei ik. Nou, vooruit dan maar, zei de kerstman. Sneeuw dan maar weer. Hij deed zijn ogen dicht en hij werd helemaal rood van inspanning. Er is een Afrika-jaar, is leuk, zijn hapjes, is GMB. Dus dat leek me op zich wel leuk. Dus ik ging daar met een vriend naartoe. En er was zeg maar zo'n formulier, dat moest je invullen voor ideeën wat zou kunnen komen. Voor iets leuks, wel in verband met Afrika, zeg maar. En toen ging ik een beetje denken en zo. En toen kwam ik op het idee van, ja, een jungle. Nou, ik hoop natuurlijk dat het gaat gebeuren. Van de oogtonen, wat wordt de zwarte bekende.